Schiphol is bezig om zijn VDGS-systemen te vervangen. Dan vraag je af, wat is VDGS? Dat is Visual Docking Guidance System, zoals je hierachter kan zien. Het systeem geeft de piloot informatie over de mate waarin die correct op de inrijlijn staat en hoe ver het vliegtuig nog moet rijden totdat hij op de stopstreep staat. Een vliegtuig moet op de goede plek staan omdat hij dan precies ten opzichte van de links en rechts liggende opstelplaatsen goed staat. Maar ook dat hij goed staat ten opzichte van het achterliggende rijbaandeel. Maar ook op de goede plek moet staan voor het betanken en het aansluiten van de passagiersbrug. De oude systemen moeten worden vervangen omdat ze verouderd zijn. En daarom willen we graag nieuwe systemen die dan weer aan de nieuwste technologieën voldoen. Het systeem communiceert nog beter met de luchthavensystemen en is ook op afstand aan te sturen. Ja, op Schiphol zijn er twee manieren van docken. Enerzijds met het VDGS en anderzijds met Marshallers. Daar waar Marshallers nodig zijn, blijven ze gewoon nodig. En daar waar de visual docking systemen zijn geïnstalleerd, daar wordt het gewoon geautomatiseerd gedaan. Op dit moment zijn we nog druk bezig met het uitrollen, het ophangen van de nieuwe systemen op Schiphol. Als we zo meteen klaar zijn, dan zijn alle opstelplaatsen op Schiphol voorzien van een nieuw modern systeem.